Dag jongens en meisjes, vandaag gaan wij dit gekke spel spelen, een vat vol vliegen. Het zijn geen echte vliegen, speelgoedvliegen natuurlijk, maar een superleuk spel en we gaan weer de groetjes aan de kinderen doen. Kijken jullie mee? Dag jongens en meisjes, leuk dat jullie weer kijken. Ik heb weer een nieuw spel gekocht. Ja, en niet zomaar een spel. Het heet een vat vol vliegen. Ik zag hier een video voorbij komen op YouTube. En ik dacht, wow, dat is cool. Dit wil ik jullie ook laten zien. Helaas is hij niet meer in de winkel te koop. En ik heb hem dus op Marktplaats gekocht. Zijn jullie klaar voor, jongens en meisjes? Kom, gaan we snel de doos openmaken om te kijken wat hij kan. Eens even kijken. Dit is heel erg grappig. Er staat ook op de doos. Dit is dus een spelletje. Waar je dus allemaal afval in moet gooien. Zoals deze dingetjes. Bijvoorbeeld is een melkpak. Maar je moet de vliegen niet laten ontsnappen. Er zitten blauwe en zwarte vliegen in. Kijk. Dit lijkt wel echt. Even kijken hoor. Kijk, vliegjes. En die mogen dus niet ontsnappen. Maar ik zie het al, ik moet eerst batterijtjes erin doen. Dus even kijken, hij is wel heel erg grappig toch jongens en meisjes. Dat gezicht ook, heel leuk. Heel grappig bedacht. Zo, eens even kijken. Ik ga hem even los. Kijk, oh, er hoeven er maar twee in. Ik dacht vier. Let op. Eén. En. Hoppakee, daar is eentje. Nog één erin. En we draaien hem even dicht. Oké, let op. Ik ga het spelletje uitleggen. Kijk, hier hebben we allemaal afval. Je kan het misschien wel een beetje zien. Dit lijkt bijvoorbeeld op een lege ketchupfles. Een lege zak. Een stapeltje met kranten. Wasmiddel. Eens even kijken. Een blikje. Heel grappig dit. Nou. Zo, dus hier hebben we al het afval. En hier zit nog een vlieg in. Kijk even, die moet eruit. Kom er eens uit, vliegje. Hij wil er niet uit. Kom eens hier. Eruit. Jij hoort hier niet. Goed zo. Oké, dus het afval leg ik even hier neer. Dan hebben we een dobbelsteen. En op die dobbelsteen zie je onder andere de kleurtjes staan. Dus gooi je bijvoorbeeld rood, dan moet je iets van rood afval erin doen. Geel, het gele afval. En blauw, het blauwe afval. Nou, daar houden we het nu even bij. Dan zie je hier, oh, heel vies lijkt. Dit lijkt wel echt. Kijk nou toch allemaal, net vliegen. Maar het lijken net echt te vliegen. Nee, en vliegen is natuurlijk niet erg, maar zoveel wil je natuurlijk niet in je huis hebben. Wat gaan we nou doen? Die vliegjes gaan we in de vuilnisbak leggen. Hierbovenin, let op. Dus kijk, die vliegjes, die gaan we hier zo in de rand neerleggen. Een beetje erin. Zo. Kijk. Zo. Blauwe en zwarte vliegen hebben we. Kijk nou toch. Dat is toch net echt. Dus de rand is gevuld. En dan ga ik eens even op zoek naar het aanknopje. Doen we de deksel er even op. Zit hieronder zit een aanknopje. Oh, hier aan de zijkant. Kijk. Hier om. Kijk. Horen jullie dat al? Oh, nee. Oh. Oeh. Oh. Oh, nee. Nou, dit gaat helemaal verkeerd, denk ik zo. Let op, ik ga met de dobbelsteen gooien. Oh, dan mag je zelf een kleur kiezen, denk ik. Eens even kijken, ik wil de ketchupfles erin gooien. En nu moet ik dus opletten dat de vliegen er niet uitspringen. Komt-ie. Oh nee. Oh, oh ja.
kijk nou toch. Nou, dat is niet zo makkelijk. 4 vliegen zijn er uitgesprongen. Ga ik nog een keer gooien, let op. Rood. Oké, ik gooi de rode fles wasmiddel weg. Komt-ie. Nee, oh. Jongens, jongens. Kijk nou toch. Het ligt helemaal vol met vliegen. Nou, dit is dus niet zo makkelijk, jongens en meisjes. Dat zien jullie wel. Maar het is wel heel grappig, dit zeg. Nou, het is wel leuk om dit een keer thuis te doen met je papa of mama of met je vriendjes en vriendinnetjes. Zo, leg alle vliegjes er weer in. Kijk, die liggen erin. Nou, en voordat ik het nog één keer laat zien, jongens en meisjes, wil ik eerst nog even de groetjes doen aan een paar kinderen. Zijn jullie er klaar voor, jongens en meisjes? Ik wil graag de groetjes doen aan Amy en Julia, Karin den Oude, Alexander, Joep van 7 jaar, Emma, Ainiel, Dex, Envy, Gabriel en Rafael, Finn en Robin, Liam, Sam, Chiaro, Emien, Jaden uit Winterswijk, Denise Taats, Yuri, Nena, Mila, Dané, Ananda, Milan Volgers, Mette uit Raalte, Noah Dannenberg uit Rijssen. En hij wil ook graag de box krijgen. En een box voor Noah. Merel, Eva en Levi, Jette van 5 jaar, Lena, Lize en Sam, Stacy van 10 jaar en Jan. Nou jongens en meisjes, heb ik jouw naam nou niet genoemd? En wil je dat ik volgende keer de groetjes aan jou doe? Vraag dan even aan je papa of mama of ze onderaan de video jouw naam willen zetten. En dan doe ik volgende keer de groetjes aan jou. Gaan we gooien, jongens en meisjes. Blauw. Zullen we de stapel kranten doen? Komt-ie. Nee. Oh. Alle vliegen er weer uit. Kijk nou toch. Oh, 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 oh. Nou, jongens en meisjes. Dit was wel een heel grappig spelletje. Nou, dit was het alweer. Ik hoop, jongens en meisjes, dat jullie dit een leuke... Nou, jongens en meisjes, dit was het alweer. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Wil je nou een berichtje ontvangen als we weer een nieuwe video hebben? Abonneer dan op ons kanaal met dat ronde knopje. Nee. Abonneer dan op ons kanaal met dat knopje beneden. En vergeet niet op het belletje te drukken, want dan krijg je namelijk gratis een berichtje als ik weer een nieuwe video heb gemaakt. En wil je dus dat ik volgende keer de groetjes aan jou doe? Vraag dan even aan je papa of mama of ze onderaan de video jouw naam willen zetten. Nou, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!